De Partij van de Arbeid zette zich de afgelopen jaren met hart en ziel in voor een eerlijke stad. Voor gratis huiswerkbegeleiding, zodat ieder kind mee kan komen op school. Tegen controledrang in de bijstand, waardoor bij ieder foutje of cadeautje het wordt stopgezet. Voor mooie wijken door heel Den Haag. Met meer bomen, bloemen, planten en sporttoestellen. Zoals hier in Transvaal. En het opknappen van speeltuinen zoals deze. En tegen huisjesmelkers. Te vaak zien we dat de woningen worden opgeknipt, verkamerd en duur worden doorverhuurd. Dat gaan we tegen. Voor gelijke behandeling. We sloegen alarm over woningdiscriminatie tegen mensen met een migratieachtergrond en LHBTI-plussers. Daar komt nu een oplossing voor. Tegen leegstaande winkels en panden, want daardoor voelen mensen zich onveilig. Daarom zijn wij voor het kopen van die panden voor woningen of sociale voorzieningen. Voor schone straten. En daarom willen we het afval vaker laten ophalen, de straat vaker laten schoonvegen. De komende jaren willen we veel betaalbare woningen bijbouwen. En voor zorgen dat woningen in goede staat zijn. Woningen isoleren daar waar de energierekeningen het hoogst zijn. De komende 4 jaar wil ik blijven knokken voor een eerlijke stad. Dat elk kind in elk deel van onze stad goed onderwijs krijgt. Dat noemen wij Eerlijk Haags. Hebben wij op 16 maart jouw stem?